Ik voelde me niet persoonlijk aangesproken. Nee, dus, dat is niet bedoeld. Ik ben gestopt in de Haaksbergen omdat de VVD daar van 5 naar 2 zetels. Ik ben gestopt in Lossen omdat de burgerforum buiten de coalitie is gehouden. Dus dat is de reden waarom ik in die functie ben gestopt. Ik ben gestopt als ondernemer. Omdat de kans om wethouder te worden in Haaksbergen voorbij kwam. Zo heeft elke wijziging een hele goede reden. Overigens kan ik u uit ervaring ook meteen vertellen dat al die wijzigingen de meeste leerervaringen hebben opgeleverd. Dan laat ik het zo zeggen, de enige portefeuille onderdelen die ik nog niet heb gehad zijn de ruimtelijke ordening die ik hier krijg. In Haaksbergen, dit is al heel erg lang geleden, heb ik het contact met de ondernemersvereniging nog goed op de kaart gekregen. Toen ik daar kwam was veel weerstand over de ontwikkeling in de binnenstad. En het gesprek tussen de gemeente en de ondernemers was weg, dat heb ik weer op gang gebracht. Dus een wisselzone is er geïntroduceerd, er is een goed economisch overleg gestart. De ontwikkeling van de bedrijventerreinen zijn daar op een goede manier verlopen. Ik denk dat een van de mooie wapenfeiten is dat ik Unipro... Ik sta hier bij Jan Marten van Rees. En hij wordt de nieuwe wethouder in Almelo. Hoe bent u hier in Almelo wethouder geworden? Nou, ik heb gesolliciteerd op de vacature van Las. En die hebben mij uitgenodigd. En we hebben een aantal gesprekken met elkaar gevoerd. En ze hebben besloten met mij in zee te gaan. Ja, ik heb de portefeuille volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, plattelandsontwikkeling, middenstand, binnenstad, kunst en cultuur, stadsbeheer en openbare ruimtes. Ik heb in Enschede 6 jaar in de raad gezeten. Ik ben partijvoorzitter geweest in Enschede. Ik heb 3 jaar ervaring als wethouder in de gemeente Haaksbergen en 4 jaar ervaring als wethouder in de gemeente Lossen. In Enschede zat ik voor de VVD, in Haaksbergen zat ik voor de VVD en in Lossen ben ik voor de lokale partij wethouder geworden. En dat ben ik nu dus nog steeds. Wat denkt u voor Las te kunnen betekenen? Ja, Las was op zoek naar een ervaren wethouder die hun kon helpen om het wethouderschap voor hun in te vullen. En ik denk dat ik met mijn kennis en ervaring dat heel goed zou kunnen. Ik wens u daar heel veel succes bij. Dankjewel.